Waarom ik? Waarom? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zepi, Ocarina of Time. Ik ben er weer. In de vorige aflevering hebben we een hele grote... draak verslagen, meer slang, die kon vliegen. En zijn we dus zeg maar richting de watertempel gegaan. In deze aflevering gaan we dus beginnen met de gevreesde watertempel, waar iedereen nachtmerries over krijgt en mij nog vandaag de dag nog steeds eigenlijk achtervolgt. Want ik kom er nooit vanaf. Ik bedoel, ik ben een Zelda-player, ik speel Zelda-games. Niet te verwachten dat ik dus zeg maar, iedereen die noemt dan Zelda, dus ik weet hoe Link zich voelt. Maar ja, ik, you cast for worse wind. Ja, ik wil, waarom, huh? Dispel it! Ik wil hem hier hebben. Hier wil je volgens Wind wel hier eventjes gebruiken. Nou, deze dungeon die heeft zeg maar een trucje. Zowel in de gewone versie als in de 3DS versie. Dat zeg ik heel eventjes erbij. Tot je het dus zeg maar voor elkaar kan krijgen om hier één sleutel over te laten. Of zelfs één sleutel geheel te skippen. Dus... pak je controller of 3DS erbij, speel mee en leer het trucje hoe je een sleutel hier kan skippen. Nou, zoals je dus zeg maar ziet, wat ik een van mijn minst favoriete puzzels in Ocarina of Time... eigenlijk in elk spel. Sowieso ben ik geen liefhebber voor waterlevels. Dat weten jullie van mijn Mario games, dat weten jullie van mijn Kirby games. Heb ik ooit Kirby gedaan? Ik denk het wel, weet ik niet meer zeker. Moet ik nog heel eventjes kijken. Maar ik ben geen liefhebber van waterlevels. Nee, ik wil gewoon die boots aan. Mag ik alsjeblieft die boots? Dank je. Nou, ik ben geen liefhebber van waterlevels, dat heel eventjes duidelijk is. Nou, het probleem wat ik dus zeg maar met... oké. Nou, het probleem wat ik hiermee heb is dat zeg maar één van de puzzels is dat je dus zeg maar het waterlevel moet laten stijgen, moet het laten dalen. Dat is nogal behoorlijk vervelend. Waar loopt dit eigenlijk naartoe? Oh, dit loopt... ja, dit is die sleutel die we kunnen skippen. Hier achter deze muur die we dus zeg maar net zagen. Deze hier. Daar zit een sleutel. Daar zit een kistje met een sleutel. Deze moet je dan zeg maar nu op dit moment moet je hem hier duwen. En dan moet je dadelijk zeg maar via een omweg kun je dan zeg maar daar terechtkomen. Kun je die steen duwen en dan zit erachter zit dan een sleutel. Nou. Dat is een enorm kawaii om dat sleuteltje eigenlijk daar te pakken te krijgen. Ik skip hem... altijd. Ik lieg er niet over, ik skip hem altijd, omdat het mogelijk is. Dus dan wil ik jullie zeker laten zien hoe dat je dat precies doet, maar dat komt allemaal later wel. Dus maak je daar maar geen zorgen over, dat komt allemaal later wel. Dus zoals ik al zei, dat komt allemaal later, daar gaan we ons niet druk over maken. Het is wat we in deze dungeon willen doen, dus we willen naar de bodem. En dan willen we alle vier de kamers, want het is dus zeg maar drie verdiepingen. Dit is verdieping, drie vloeren. Je hebt zeg maar de eerste vloer, dat is beneden. Tweede vloer is eentje hoger. En derde vloer, dat is waar we net waren. Nou, het eerste wat ik hier wil doen is, ik wil eventjes alle kamers langs. Want ik vergeet elke keer welke kamers ik hier nou wel of welke kamers ik hier nou niet kan hebben. Nou, ik weet het, gisteren was de aflevering een beetje aan de korte kant. Vandaag zal die wel wat langer worden, want hey, we zitten in de watertempel. Kijk, deze kunnen we bijvoorbeeld niet terecht. Doei. Gewoon doei. 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 Oh, trouwens. Ik zie hem hier toevallig. Deze deur zit op slot. Hou hem op slot. Nooit gebruiken die deur. Nooit doen. Slecht plan. Echt niet doen. Ik zie jou daar kijken. Ja, jij daar. Jij. Voor het scherm. Ja. Je zit mee te spelen. Maak die deur niet open. Geloof me. Dat is een zonde. Dat is zonde. Niet doen. Gewoon niet doen. Nee. Gewoon nee. Gewoon nee. Oké, dan vraag ik mij af. Zat hier nou een kistje... maar volgens mij moeten we gewoon echt eerst zeggen... maar, ik vergeet altijd. Ik vergeet altijd. Daar word je gewoon niet vrolijk van. Even kijken. Volgens mij zit hier geen kistje. Volgens mij hebben we hier de item nodig. Ja, hier zit geen kistje. Ja, hier zit... Nederlands. Heel erg goed. Nou, we zitten al 4 minuten in de watertempel... en we hebben gevonden helemaal niks. Mag ik even zien wat... voor de 3DS, die 3DS gebruikers zitten me dan gewoon uit te lachen van... haha, wij kunnen hem in een item slot zetten. Jij moet de hele tijd swappen. Waarschijnlijk nog een reden waarom ik een hekel heb aan een watertempel. Kan best daaraan liggen, dat weet ik niet. Goed, nou, we hadden hier al gelijk in gekund. Maar ik dacht bij mij, laat ik eerst wel eventjes gaan onderzoeken. Maar nee, we hadden hier al gelijk in gekund. Nou, hallo. Oh, god. Joh, if I'm right, Zepi! Uh-oh. You're Zepi, aren't you?
Nee, ik ben zo'n postbode. It's me, your fiancé, Ruto. En zet die telefoon nou eens uit, want ik ben prinses of de Zora's. I never forget the vows we made each other 70 years ago. You're a terrible man to have me kept me waiting for 7 years. 7 long years. But now is not the time to talk about love. What is love? Baby, don't hurt me. I'm sure you already have seen it. Zora's Omein, totally frozen. Ach, Ruto, let it go, let it go. Okay, sorry. A young man named Sheik saved me from under the ice. A young man. Ja, dus zeg alsjeblieft niet dat ik verkeerd heb gevoiced. A young man. Dank jullie wel. But my father, my vasher, and the other Zora's have not. Yet. I want to save them all. I want to save Zora's domain. I wanna build a snowman. Come out inside and play. You have to help me. This is a request from me, the woman who is going to be your wife. No, 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 no. Oh, please, for heaven's sake. Okay, ik zal stoppen met zingen, jongens. Mijn excuses. Zepi, you have to help me destroy the evil monsters in the temple, okay? Nee. Inside the water temple, there are 3 places where you can change the water level. God. I'll lead the way. Follow me. Quickly. Ik haat haar. Nou, het leuke is... Nou ja, ik noem het leuk waarom zij float daar naar boven toe. En, ja, als zij daar naar boven toe float, zullen we haar niet meer zien. Spoilers! Interesseert me niet. Ik ben er gewoon blij om. Ja, ik ben gewoon blij dat wij dat mens niet meer zien. Nou, als we hier dus zeg maar naar boven toe gaan, je weet dat het zeg maar het waterlevel, dat zit nou op level 3. Hier zit een bom... Een muur die we kunnen bombarderen. Dus die moeten we onthouden op level 2. En hier komen we dan aan bij level 3. Nou, dan hebben we hier een hele mooie bakfiets staan met een mooie Triforce. Daar kunnen we dus zeg maar het waterniveau kunnen we dus zeg maar daarbij changen. Maar dat willen we nog niet doen. We willen eerst eventjes naar deze kamer toe. Want daar hebben we onze spikies. En die spikies die willen we gewoon 2 keer raken met een hookshot. Oké, jij ook. Blijf braaf. Want als ik me niet vergis, als we dat doen, gaat de deur open. En er komt natuurlijk een kistje. En je krijgt een brommel voor. Jee, hartstikke leuk. Geweldig. Nou, in dit kistje... Ja, jullie raden het al. WC-papier. Yay. En ik vind het nog steeds leuk hoe dat ze zelfs in de watertempel, de derde tempel, hierna hebben we nog 2 tempels te gaan, maar de helft hier, zeggen ze nog, bommen. Zelfs hier, oh, bommen en granaat. Daar is het bommen en granaat. Zeggen ze nog hoe dat je de map moet gebruiken. Standaard tekst. Goed. Nou, wat ik al zei, hier heb je dus dit gekke muurpatroon dinges. Daar willen we dit gaan spelen. Alsof we dat nog niet genoeg gehoord hebben. Je hebt het als kind nodig bij verschillende plekken om dus zeg maar deuren te openen om dus verder te kunnen gaan. Daarna heb je het nodig om een hele enge vee op te roepen die je extra krachten gaat geven. En daarna kom je ook nog eens een keer in een watertempel terecht waar je het nummer moet gaan gebruiken om de waterlevels te kunnen veranderen in de tempel. Maar ik word er veel van. Nou, dit zorgt ervoor dat het water op het laagste niveau komt te staan, op waterlevel 1 dus. En dat kan eigenlijk best wel handig zijn. Nou, veroorswind die hebben we voorlopig nog eventjes niet nodig. Want die staat al heel erg mooi bij die ingang. Wat we hier moeten doen is, we kunnen... Wacht eens even, ik kan toch gewoon stokjes gebruiken? Mogen ik die niet meer? Nee, wij zijn volwassenen en mogen dus niet meer stokjes spelen. Wat we hier moeten doen is, we moeten hier ervoor zorgen dat we dus zeg maar die torches aansteken. Dit doen wij door gewoon te richten schuin vanaf deze middelste torch. En dan een pijl zeg maar te schieten naar die plek. Ah, kom op. Hoezo staat dat niet in de fik? In mijn contract staat toch duidelijk dat het zo in de fik staat. Zo dan. Laat maar raden, die andere is weer uit. En je moet dit ook nog eens in een keertje snel doen, want die toortjes gaan na een tijdje uit. Voilà. Wat lol. Such lol. Such wow. Nou ja, ik krijg genoeg genoeg. Ja, ik zal heel erg chagrijnig de hele tijd blijven tijdens deze watertempel. Want ik haat de watertempel. Zullen jullie dat maar niet vergeten? Oké, nou. Ik weet dat ik niet de enige ben, want heel veel die hebben er zelfs
Sommige mensen hebben mij al gecomment dat ze gewoon exact maar zitten te wachten tot ik eindelijk in een watertempel zou komen omdat mensen daarin vastzitten. Nou Nintendo, daar heb je het. Mensen zitten vandaag de dag, dit spel is uitgekomen in 1998, vandaag de dag in 2015 zitten mensen nog steeds vast in de watertempel. Schandalig. Hoe konden jullie gewoon een watertempel? Waarom een watertempel? Maak het dan zo in Twilight Princess of zo. Ik bedoel, die was nog niet zo irritant. Die wil nog wel mee. Ik bedoel, had hem zo gemaakt. Maar goed, het waterlevel is dus nou gedaald naar niveau 1 toe. Dus die twee kamers die we net zagen. Ik moest heel eventjes rekenen. We hebben een sleutel. Niet die deur openmaken, jongens. Niet die deur openmaken. In de middelste pilaar, de onderste deur. Niet openmaken. Onthoud dat. Doe dat alsjeblieft niet. Je maakt dan een hele grote fout. Even kijken. Nee, dit is vanuit die ene kamer waar we niks kunnen doen. Dat weet ik 100% zeker. Dus die moeten we nog niet hebben. Ja, hier moeten we naartoe. Die steen voor. Oké. Nou ja. Kunnen het even doen. Waarom ook niet? Oh, dit plateautje trouwens wat je hier nou voor ziet. Dat drijft met het water mee. Dus als je het water weer laat stijgen, zal het plateautje dus niet zeg maar op level 1 of op niveau 1 staan. Dus ja, dan weten jullie dat. Denk, leg het eventjes uit. Het is net zo makkelijk. En maak je geen zorgen, de watertempel, daar komt geen weekend tussendoor. Ik ga jullie beloven, ga ik spijt van krijgen, tot dit weekend, of dit weekend, voor mij nou, tot vrijdag, de hele watertempel, inclusief baas. Oh, wat flauw, kan ik jullie niet een weekendje laten wachten tot we de baas gaan doen? Nee, we gaan deze week gaan we ook de watertempel gewoon helemaal completen. Dus, dat is wel zo vriendelijk natuurlijk, tenminste, daar ga ik wel vanuit, nou. Is dit niet die ene kamer waar ik het waterlevel weer omhoog? Of was dit allemaal voor een kompas of voor een sleutel? Ik weet het niet meer en dat boeit me eigenlijk. Sta stil! Sta stil! Of van naar beneden, dat mag natuurlijk ook. Oké, nou een switchje raken, dan komt er een waterpijp. En ik vind dit eigenlijk best wel komisch, dat we dus zeg maar, je hebt hier een waterhoos. En dan kun je dus zeg maar gewoon op lopen. Tuurlijk! Ik loop elke dag op waterstralen. Als er nou een plateau zou staan, dan zou ik zeggen van ja, dat klinkt een beetje meer logisch, maar... Oh, het is deze kamer. Ik haat deze kamer. Ik haat eigenlijk heel deze tempel. Dus ja, jullie zullen me nogal veel horen zeggen van tot ik een hekel heb aan deze. Goed, wat we hier moeten doen is, we hebben hier een plateautje. Klinkt daar zo op? Nee, hè? We hebben hier een plateautje. En dit is stromend water, dus op het moment dat je dus zeg maar gaat zwemmen, kun je dus zeg maar door de stroming meegesleurd worden. Dus kijk er wel vooruit. Oké, nou, we willen op dit plateau gaan staan. Dan heb je daar in die draak-smoelwerk, daar heb je dus zeg maar een switch zitten, die kun je met je hookshot raken. En dan moet je zo snel mogelijk daar door die ene tunnel daarheen, om daar dus zo snel mogelijk naartoe te gaan komen. Hoe doe ik dit normaal gesproken? Heel erg simpel. Ik doe de laarzen uit, want normaal gesproken zou je dit moeten doen met de longshot die we nog niet hebben. Maar ik doe gewoon gelijk de laarzen uit, raad die kamer in. En we hebben geen probleem, want we zijn hier al boven. Yay! En je komt automatisch bij het kistje terecht. Yay! We hebben een small dorkie! Hoera! Oké, nou, dan wil je die switch nog een keer raken. Natuurlijk vanwege de logica's met een broodje gezond verstand ingesmeerd met boter. Tot we dus zeg maar weer daar naar binnen toe, of daar weer uit kunnen komen. Dus moeten we weer die schoenen aan. Ik word echt... Ja, 3DS gebruikers, ik weet het. Ik heb het spel zelf ook op de 3DS, maar helaas heb ik nog niet de mogelijkheid om een 3DS versie op te nemen. Maar anders zouden we de hilariteit niet hebben dat ik dus zeg maar hier de hele tijd over zou kunnen klagen van waarom moet dit zo? Ik bedoel, dat is al veel eerder een C-slot item kunnen maken, maar goed. Nintendo dacht dat het zo beter zou zijn, dus laten we Nintendo maar respecteren en gewoon het accepteren dat we dus de hele tijd het startmenu moeten gaan gebruiken en tot ons constant wordt uitgelegd. Hoe dat zeg maar sommige items werken. Ik bedoel, vergeet niet, in Skyward Sword hadden we Fee die de hele tijd ons zat te interrupten. Dus elk spel heeft wel zo zijn eigen ding. Dus maakt niet uit. Goed, nou. Nee, ik wil de blauwe tunic aanhouden. Want anders krijg ik namelijk... ja, we hebben de rode tunic gehad in de vorige aflevering. Die wou iedereen dolgraag zien. Daar heb ik alle respect voor. En ik weet zeker, die willen de blauwe ook zien. En ja, als je Four Swords hebt gespeeld, zou er ook een paarse zijn. Maar helaas, er zit geen paarse in dit spel. Dus... Zelfde play, ga je ook Four Swords een keertje let's playen? Nee.
Nou, die had je niet verwacht, hè? Nee, de reden waarom dat ik Four Swords niet ga let's play is omdat Four Swords niet eigenlijk echt een storyline heeft in dezelfde franchise. En eigenlijk een beetje gebaseerd is, zeg maar, op de Minish Cap. Dus ik heb geen plannen voor Four Swords. Minish Cap daarentegen weer wel. Game Boy spellen zijn er nog zat. Er zijn nog zat Zelda spellen. Ik ben nog langer na niet klaar. Vergeet niet die deur dicht houden, niet openmaken. Goed zo, braaf. Maar nee, ik heb geen plannen om Four Swords te gaan doen. Dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Plus, zoals ik al zei, er zijn ook zoveel spellen, jongens, die ik nog moet let's playen. Of die jullie graag zullen willen zien als let's play. Ik bedoel, Tropical Freeze is er eentje die jullie dolgraag willen zien. Daar heb ik van een paar gehoord. Dat is van de Donkey Kong series. Ik heb nog gehoord dat ze weer een Mario game willen zien. Nieuw Super Mario Bros. Wii U. De Mario 3D World heb je nog van de Mario franchises dan, hè. Dus, nou, ik heb nog iemand gezien die wou een Kirby spel in een keertje zien. Ja, jij mag maar gewoon raken, want ik negeer jou gewoon. Er was er eentje die wou nog een Kirby spel zien. Er is nog, ja, zoals ik al zei, heel erg veel Legend of Zelda, Pikmin 2 en 3. Die zijn er natuurlijk nog, die ik nog moet doen. Ik kan een keertje misschien voor de gram Nintendo Land laten zien wat dat eigenlijk precies nou allemaal nog inhoudt. Dus, er is nog zoveel, jongens. Echt, er is te veel voor woorden. Dus maak je geen zorgen. Tijd genoeg. Zoals ik al zei, ik ben nog langer na niet van plan om te stoppen met YouTube. Dus maak jullie daar alsjeblieft geen zorgen over. En vergeet niet, ik kan een keertje gezellig babbelen. Want ik ben ook gezellig bij de YouTube Gathering. Dus samen met de Tauwler van de Tauwler Gaming. Nou, als ik me niet vergis, als ik hier een spinaanval doe. Dit is echt één ding, dat moet je maar weten hoor. Je kunt er ook een bom bij plaatsen, maar als je een spinaanval doet, dan gaat hier het hekje open en het is niet echt nodig om hier te zijn. Maar ja, je hebt sowieso een Golden Skulltula. Je vindt hier wat bommen. En je hebt hier een Golden Skulltula. En je vindt hier wat bommen. Maar voornamelijk die Golden Skulltula. En wat pijlen. Maar voornamelijk die Golden Skulltula. Nou, als we die dus zeg maar hebben, dan kunnen we dus zeg maar niks meer op de begaande grond doen. Ja, tenzij dat je die sleutel gaat gebruiken. Hier komt de truc om die sleutel zeg maar om die deur dicht te houden. Weten jullie nog dat ik in het begin van de tempel voor Roar's Wind heb gebruikt? Nou, in dit geval gebruik voor Roar's Wind. Return to the Warpoint. En dan zijn we dus zeg maar weer hier terug boven gekomen. Vergeet niet, op dit moment is het waterlevel op niveau 1. Dus er is hier nou geen water. Dus we kunnen nou niet daar naartoe zwemmen. Maar als je schuin springt naar het plateau, kom je automatisch hier bij het tweede plateau terecht, waar we nou dus vrij kunnen lopen omdat hier geen water is. Vergeet niet, het is diezelfde pilaar. Ja, ik ben even notities, penpapier. Oh nee, wacht even, hè. We zitten in. Dat zeiden jullie zo mooi toen bij Ach, welke let's play was dan ook alweer? New Super Mario Bros. Wie? Toen zei ik dat zo mooi van pennen neer en alles. Toen was mij verteld van ja, iedereen gebruikt tegenwoordig de tablet of de iPhone of zo. Maar goed, je wil dus daar zeg maar die torchje wil je aansteken. En als je dat dus zeg maar doet, kom je hier binnen. En dit is diezelfde kamer waar je anders een sleutel voor zou moeten gebruiken. Nou, als ik me niet vergis, hierboven. Ergens. Volgens mij is het hier. Kon ik hier naar Pierre oproepen? Volgens mij kon ik hier Pierre oproepen hoor. Ik weet het niet zeker, maar we gaan het gewoon proberen. Nee, we mogen Pierre hier niet oproepen, wat flauw. Nou, daaronder zien we toevallig die deur zeg maar, die op slot zou zitten. Ik wil jullie nogmaals waarschuwen, op het moment dat je vanuit deze kant die deur openmaakt, kost het je alsnog een sleutel. Zo gemeen is dit spel wel. Wat je wil doen is, je wil hier zeg maar het water weer omhoog gooien. Dus la 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 la. Ugh. Zo, je wordt gek van het nummer. Dit zorgt ervoor dat het water zeg maar zal stijgen naar niveau 2. Dus nu hebben we water op niveau 2. Nou, zoals ik al tegen jullie zei, die ene deur daaronder, die wil je gewoon negeren. Daarboven zit de Golden Skulltula, maar die boeit me eigenlijk heel weinig, omdat we hebben niet meer veel Skulltula's nodig. Dus, gewoon lekker daar laten zitten. Nou, als we hier naar beneden toe gaan, dan zien we dus zeg maar dat hier nou onder de deur zeg maar een soort van cave system open gegaan is. Omdat dat zeg maar een drijvend blokje hout is, die dat dus dicht hield. En als we hier naar beneden toe gaan, dan komen we dus zeg maar bij verschillende kamers terecht.
Nee. Zit mij eens te irriteren. Ugh. Ik weet niet of jullie daar ook wel eens last van hebben. Goed, kijk uit voor die switch. Die switch namelijk, die zorgt ervoor dat er heel erg veel vijanden zullen vallen. Dus, eventjes die switch raken. Een heleboel zut valt naar beneden. Hallo. En dan moeten wij allemaal gaan killen. Nou, gelukkig zijn deze heel erg makkelijk te killen. Vergeet niet, de hookshot kun je onder water gewoon blijven gebruiken. Dat is het voordeel van een hookshot. Volgens de game theory is het behoorlijk levensbedreigend wapen. Maar ja, dit is een fantasiewereld en alles gebeurt op magie. Dus laten we dat maar niet gaan questionen. Hè, meneer de theoriegast. Hoe heet die? MadPat? Ja, hè? Ja, MadPat. Ik ben ook een grote fan van je video's, hoor. Ik vind het echt... Als ik naar de Game Theory kijk, even gewoon totaal iets anders. Dat is een Engels kanaal, is een echt heel groot kanaal ook. Dan denk ik echt bij mijn eigen van, hoe verzinnen ze het? Of hoe komen ze erop? Of hoe gaan ze dat? Waarom zou je in godsnaam een fantasiegame zo enorm veel tijd in gaan besteden? Maar dat is wat hun doen. En hun doen het op een behoorlijke leuke manier. En met hun bedoel ik dus zeg maar vooral MadPat. Want dat is dus zeg maar degene die je het meeste ziet in de show. Maar ik weet zeker, er zullen wel wat mensen ook achter de schermen bezig zijn. Dus vandaar dat ik in hun vorm praat. Maar goed, we hebben dus nou een derde sleutel te pakken gekregen. We gebruiken hier de Iron Boots. Ik bedoel, ik zou niet dolgraag willen lopen met Iron Boots, hoor. Nee, dank je. Dus, Nou, ik denk dat dat in theorie wel eigenlijk zou kunnen werken. But hey, that's just a theory. Okay. Matt, if you're watching this, probably not. But hey, I'm promoting your channel, dude. I mean, seriously, it's a good channel. Keep up the good work. Tuurlijk, alsof dat Matt naar mijn video's zit te kijken. Tuurlijk, tuurlijk zal dat player. Natuurlijk zit hij naar je video's te kijken. Wat denk jij dan? Je bent zo'n awesome YouTuber. Ja, ik ken jullie complimenten. En daar ben ik nog steeds heel erg dankbaar voor, mocht ik maar. Ach. Dit gaat helemaal nergens heen. Maar goed. De route waar we nou dus eigenlijk naartoe moeten gaan. Vergeet niet, we hebben 3 sleutels. En de route waar we eigenlijk nou naartoe moeten gaan is die route daar. Trouwens, nee, die route willen we nog niet in. We moeten naar... Oh, dat is trouwens... Is dat niet de plek waar je... Volgens mij wel. Waar je die extra sleutel krijgt. Maar die negeer ik altijd. Dit is de plek waar we nou naartoe zouden moeten gaan. Maar... Nou ja, eigenlijk kun je daarboven ook nog even naartoe. Maar ik zal eerst eventjes dit laten zien. Nou dat zeg maar het water op niveau 2 staat. Weten jullie nog de plek waar we Ruto hebben gevonden? En dat er dus zeg maar een bommetje zat. Of een bombobalwall die we zagen. Nou, als we dus zeg maar nou weer eventjes naar de onderste verdieping toe gaan. Oh, wat praat ik veel zeg. Ja, ik heb het zelf ook soms door, hoor. Dankjewel. Maar ja, voor mij is het eigenlijk gewoon dat ik tegen een microfoon sta te praten. Dus ja, ik beeld mij in tot ik tegen jullie praat. Want anders zou het wel heel erg raar klinken. Dan zou ik de hele tijd zo zeggen van, hè, microfoontje? Ja, zo werkt het, hè. Ja, microfoon. Het klinkt natuurlijk niet, hè. Dus. Maar goed. Dit is een van de meest vergeten sleutels, zeg maar, in de watertempel. Op het moment als het waterlevel op niveau 2 staat, ga hier heel eventjes terug. Bombardeer deze muur heel eventjes, want hier vind je ook weer een sleutel. Boom. Dit is een van de meest vergeten sleutels, zeg maar, die mensen heel snel kunnen vergeten. Neem het zo ook niet kwalijk, want deze tempel... Kun je nagaan, we hebben 4 sleutels en hebben nog in 1 sleutel gebruikt. Want ja, ze zijn echt heel erg gemeen hier met de sleutels. Doe me eigenlijk een beetje denken. Ik neem jullie eventjes terug naar mijn jeugd. Ah, nee, Zelda player, doe dat alsjeblieft. Nou is niet. Jawel. vroeger in de Nintendo tijd. Ik weet niet of jullie de film kennen. Dat is zo'n tekenfilm. Die heette dan zeg maar Captain Nemo. Of gewoon Nemo. Dat ging over een jongetje. En die, wou dan, die ging dan op Dromenland. En noem maar op. Om een lange ding kort te maken. Daar hadden ze een Nintendo spel van gemaakt. En wat daar eigenlijk de bedoeling was, is dat je dan door een level heen ging lopen. En dan moest je dus zeg maar zoveel sleutels moest je gaan verzamelen. Het is maar waar je zin in hebt. En dan op het einde van het level dan had je een deur met zoveel sloten. En daar had je dan zeg maar dat je al die sleutels. Dus sommige levels hadden 5 sleutels, sommige levels hadden 6 sleutels en zo verder. Nou, wat dus zeg maar de bedoeling was, is dat je dus zeg maar al die sleutels zou vinden. Dat je 6 sleutels zou hebben, voordat je eindelijk dus zeg maar verder naar het volgende level zou kunnen gaan. Dit kun je een beetje, watertempel kun je een beetje mee gaan vergelijken. Daarvoor was ik het aan het uitleggen. Hier moet de trap zo eerst heen gaan, niet vergeten. Hier wil je dus zeg maar eerst zoveel mogelijk sleutels gaan verzamelen voordat je naar de weg naar voren toe gaat. Aangezien, oh mijn god. Aangezien namelijk dat je dus dadelijk een pad komt waar je dus zeg maar zoveel dichte deuren gaat krijgen, dat je dus dat allemaal nodig hebt. Deze timer trouwens is heel erg snel, dus daarom gooi ik daar een bommetje neer. Dan kunnen we gelijk hier naartoe gaan om het kistje te openen. Want deze timer is enorm snel.
Goed. You found the compass. Ik snap niet waarom we met zoveel kompassen moeten. Ik bedoel, ik snap een kaart. Ik weet het, ik heb het in andere Zelda's heb ik het ook al gezegd. Ik kan een kaart kan ik begrijpen. Ik bedoel, elke kaart is anders. Elk stukje wc-papier, andere kamers, ik snap het. Maar een kompas laat zien dat je waar het noorden is. Dat doet een kompas. In dit geval laat het kompas dus zien op de kaart waar dat je je precies bevindt. Waarom zoveel kompassen? Dat is niet nodig. Nee. Ik blijf hier echt doorrand over die watertempel. Wat zit? Oh ja, dat zat die we niet nodig hadden. Goed. Beste kijkers. Bij dat wil ik het bij deze aflevering gaan laten. Omdat we hebben behoorlijk veel gedaan in de watertempel. Dus ik dank jullie sowieso voor het kijken. Heb je een leuk zo'n momentje of nog vragen over de watertempel? Laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En morgen gaan we dus de watertempel helemaal completen. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de conclusie van de watertempel in The Legend of Zeepie, Ocarina of Time. Tot dan en bedankt voor het kijken.